Achtste uur. Ik moet mijn niet gaan. Eet onder. Lekker avocado. Rot. Ik kan niet afvragen. Dat is een goeie. Nu pilates. Ik ben klaar om kindjes te testen. Ik ga naar school. Olivier, Lennart, Laurens, waar zijn jullie? Jullie moeten kruisen. Ik ben Olivier, Tina. Ik ben ook zo moe, maar gelukkig kan ik zelfs nog een uurtje uitzetten met Benny. Nu ben ik klaarmaken en dan naar mijn BFF Laurens om hem uit zijn bed te zetten. Ik zie wat ik ga aandoen. Wat zou Bart doen? Knap vinden? Misschien een kleedje? Such a fucking hoe. I love your boyfriend is a door. Make love. Oké, dit gaat het worden. Oh, ik hoop dat ze snel open doen. I ain't looking for a ring cause I got what I want. I ain't looking for a ring cause I got what I need. Four in the morning, I'll buy you a drink. Six in the morning, I'll take you back to my crib. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning, time for you to leave. I ain't looking for a ring cause I got what I want and I got what I need. I don't get to be here.
Oh nee, Jeroen, je had gelijk. Pascal heeft inderdaad de foto's van ons laatste personeelsfeest op Facebook gezet in plaats van de soepverkoop. Ja, maar deze keer sta jij er toch wel schoon op, ze? Ik vind het vrij sexy. Oh nee, nee. Allee, Karin, doe toch iets? Jij zit hier weer al niks te doen. Alsof het nog niet erg genoeg is dat ik heel de avond de overschot van de onnozel fruitwater van de leerlingen heb moeten drinken. En nee, Daisy, je gaat het nu niet weer al op mij steken. Alleen Pascal kan die foto's van Facebook halen. Oh ja, ja, dat is waar. Feestjeboek? Wat is er met Feestjeboek? En waarom alle kindertjes boeten? Oh nee. Oh, ik had het niet jullie morgen. Die bel is al 7 minuten geleden gegaan en we zijn die deur weer al vergeten. Jij doet hier niks in deze kop, Karin. Niks. Ja, kom maar binnen. Eerste hot die Daisy. En ze voelt haar niet zo goed, dus ik ga nu even de vlog overnemen. En we hebben het volgende uur een lesje aardrijkskunde van mevrouw Herland. En we gaan ons haasten, want we willen echt op tijd zijn. Zien jullie dat fien? De flamingo is aan het fluiten. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, we wouden op tijd zijn voor de les, mevrouw. Als u komt, op tijd? Ja. Aan de hand van een zeer duidelijk schema. Misschien heb je ergens in die boekjes genoteerd, mannetjes? Maar alles is al volgeschreven. Ja. Dan, ja, ons schrijf zit in het kantlijntje, hè? Maar, mevrouw, de kantlijnen staan ook al vol. Maar, allee, Turke, doe het nu toch niet moeilijk? Oké dan, mevrouw. Dus, we gaan het vandaag nog steeds hebben, want... Ja, ik vind die wel lollig. Allee, signorita Daria, zou je niet opletten? Ik was niet... Nee, maar mevrouw... Doet! Rustig. Dus, steentjes. We hebben steentjes op bodemtje van een vulkaantje. En dan hebben we een vulkaantje. En dan gaat dat vulkaantje uitbarsten. Pieuw, pieuw! En dan hebben we zonnetje hier zo en dan komt het steentje.
Ja, ik heb daar dus net een toetsgat van Ben Loemte. En ik had in plaats van een bolletje een streepje gedaan en die heeft mij geen één gegeven. Opa Benny, hè Sam? Drink met maten! En wie doet de grapje, hè? Ja, ik kreeg hier juist een tweet binnen van ons Liesbeth en ze schrijft dat er blijkbaar nieuwe kruisjes zijn, maar ik weet niet wat ik daarvoor moet geloven eigenlijk. Dat is toch cool? En wat is er zo nieuw aan die kluisjes? Ja, die staan in de LO-zaal, alleen in de gang van de LO-zaal. En dat is nieuw sinds deze jaar, dus we zullen een keer gaan kijken als dat pakket. En die hebben erin met zijn stoem portfolio, hè? Ja, ik vind dat best wel onze Cedric. Ze heeft een kluisje gehuurd. Ik ben wel benieuwd, eigenlijk. Ah, ik heb Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij? Dat zal ik pakken. Oké, dan. Jouw betrokkenheid en welbevinden wil ik wel eens van dichtbij meten. Jij mocht mij altijd meten. Single and ready to mingle, oh yeah! Direct. Hopla. Ze noemen mij Wilde Hilde. Amai, heel wild. Achter deze lach schuilt een groot mysterie. Wil jij dit ontdekken? Ja, voor u doe ik alles, hè, lieve. Mijn favoriet is berghouding? Oké, dan. Ik heb een pony in mijn haar, net met mijn trolley van hier naar daar. Alleen dan, omdat jij het zet. Over jou wil ik wel eens reflecteren, wanneer spreken we af? Mama, die Franske. Zo snel mogelijk. Dat is veel te veel om te lezen. Nee. Dat gaat niet. Even weten. Maar dat versta ik niet, hè. Maar bon. Weet je, dat gaat foekie geven. Hola, foekie. Hopla. Allee. It's a cold and crazy world that's raging outside. But Billy Lee and all my girls are bringing on a fight. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a knee, it's a burlesque. Love and sex, ladies, no regrets.
Amai, amai. Dat was pittig, zeg. Heel wat girlfriend-materiaal in de leraarskamer. Maar ja, nu moet ik ook nog een keuze maken. Pak de linkse! Hey, pak die logistische, lekker! Ja, jongens, jullie moeten me helpen. Ik weet echt niet wie dat moet kiezen. Ah, jij hier. Zeg eens een nummerke. Met wie mag ik vanavond een nummerke doen? Dan voor nummerke. Dan komt de nummer. Hey, was jij met mij mee naar huis? Allee, dan ben ik ribbe de brie. Amai, ik wist niet dat jij zo populair waart. Ja, kom Brit. Het zal waarschijnlijk wel zijn van jullie. Ah nee, het is van de leerlingenraad. Ah, ik ga zien als ik er ook eentje heb. Amai, dus dan gaan die zijn een talentenshow. Talenten? Op de via. Dat is gelijk bomen op de maan. Dat gaat niet. Maar jawel, Laurens, mevrouw Grootans, je kan toch twerken? Ja, dat heb ik helemaal vergeten. Ja, ja. Die kan daar geven, jongen. Oei. Because you made me believe.
Maar jongens, jongens, jongens. Dat is hier niet geregeld met Sabanne. Dat kan ik hier nu toch niet goedkeuren. Allee, kom. Hop, naar buiten. Kijken wat de kinderen nu weer allemaal willen van mij. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze zo streng zijn in de refter. We worden er zelfs iedere middag buiten gejaagd. In rijen. Zou dit in de toekomst niet kunnen veranderen? Nee, wat denk je nu zelf? Allee, de volgende. Mogen wij ten voordele van onze smokschuif volgende week tijdens de middag hotdogs verkopen? Nee, absoluut niet. Weten die kinderen niet wat er in zo'n worstje zit? Wat een brol! Allee, de volgende. Persoonlijk vind ik onze klaslokalen erg kaal en ongezellig. Misschien kan u er een paar plantjes plaatsen. Alsjeblieft, hè. We zijn in een educatieve omgeving, niet in een tuinhuis of zo. De volgende dan maar. Gaat u ooit een van onze ideeën goedkeuren of zal er nooit iets veranderen hier op school? Niets veranderen. I think I like it like that. Iedereen kent al haar mama, de sportiefste vrouw die op de eerste graad kan zien. Geef allemaal een applaus voor Colin Vie!
En op de tweede plaats. We kennen haar allemaal en we kunnen er niet naast kijken als deze blondine passeert. Ze heeft een kont, zo groot als haar mond. Hier is Emma Rijmaker. Haar foto, wat vindt u niet? En op de derde... En voor de vrouwen, op nummer 1. Als je passeur roept, dan komt ze meteen. Ze kan shaken als een wild beest. Wie dan in haar weg staat, is er geweest. Als ze shaked, dan verliest ze tak al zijn pannen. En achter haar zie je een spoor van gesneuvelde mannen. Dus ladies, hou je vriendjes en Toom heel even. En geef het daar een applaus voor. Bulent Speber!
vandaag gaan we dus beginnen. Wacht, wacht, ik ga nog een powerpointje maken. We gaan het vandaag hebben over elektriciteit. Gracias voor deze mooie presentatie. Buenos dias. Zwijgen, amateur! Ja, we gaan dus nu werken met de Van de Graaf generator. Om jullie te laten zien dat je compliant veilig is, gaat Gerrit Bol eens vastnemen. Nee, laat dat maar aan iemand anders over net. Deze school heeft de luxe niet om een talent als mij te verliezen. Nee, ik zal het wel doen. Yeah.
I'm sorry.